het met je hebben over Post Malone. Die naam hoor je ineens echt overal. Veel mensen die leerden Post Malone kennen als die ene van Fucking Hoes en Poppin' Pillies van Rockstar dus. Maar inmiddels hebben we echt veel meer van Post Malone gehoord. En is wel duidelijk dat die man super breed georiënteerd is, muzikaal gezien. En hij is nogal geëxplodeerd dus, in korte tijd, zoals gezegd. Dus misschien goed om eens even down to breaken wie Post Malone nou precies is en wat de tijdlijn van zijn carrière is geweest. Nou, dan beginnen we in 2012. Want toen maakte Post Malone nog muziek onder een ander alter ego, Leon DeChino. En daarmee deed hij dit. Maar dit is Post Malone in 2012. Nou, in diezelfde tijd ongeveer heeft hij zich heel gefocust op zijn gitaarskills. En onder zijn eigen naam, Austin Richard, postte Post Malone in 2013 een cover van Bob Dylan op YouTube. Don't Think Twice, It's Alright. En dit is zo mooi. Well, I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. We never did too much talking anyway, but don't think twice, that's alright. Oh, dat was dus 2013. En toen in 2015 kwam hij als Post Malone met de track White Iverson. Dat werd zijn grote doorbraak, want artiesten als Wiz Khalifa en Mac Miller waren toen fan. En dat leverde hem uiteindelijk een platendeal op. Dit is die track uit 2015. White Iverson, when I started balling I was young. Think about me when I'm gone. I need that money like the ring I never won. I want saucing, saucing, I'm saucing on you. I'm swagging, I'm swagging, I'm swagging on. De doorbraak van Post Malone was dat. En toen deed hij in 2016 mee op een track van Kanye West. Later dat jaar ging hij op tour met Justin Bieber en bracht hij zijn debuutalbum uit, Stony. En vorig jaar was er dus die track Rockstar en begin dit jaar was er Psycho. En nu is er een nieuw album, Beerbongs en Bentleys. En Post Malone is echt een wereldster. Hats off to you!